alsnog celstraf voor voormalig kampbewaarder Auschwitz, 96, oud-SSR Oscar Groning ontkomt niet aan zijn celstraf. Het grondwettelijk hof in Karlsruhe heeft het beroep van de 96-jarige Duitser vrijdag van tafel geveegd. Hij had betoogd vanwege gezondheidsreden geen gevangenisstraf te kunnen uitzitten. Een rechtbank veroordeelde de oud-SSR in 2015 tot 4 jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen. Groning ging in hoger beroep, maar ving bot. De rechter oordeelde dat hij gezond genoeg was om achter de tralies te verdwijnen. Ook het grondwettelijk hof zag geen reden om terug te komen op de eerdere uitspraak. Hongare Actie Groning werd tot 4 jaar cel veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen. De Duitser stond terecht voor hulp bij de zogeheten Hongare Actie in de zomer van 1944. Er kwamen toen zeker 137 transporten met 425.000 Hongaarse Joden aan in Auschwitz. De oud-SS'er gaf tijdens de behandeling van zijn zaak toe geld van gedeporteerde Joden in beheer te hebben genomen en toezicht te hebben gehouden bij de aankomst van transporten bij het vernietigingskamp. Volgens de rechtbank werkte hij daardoor mee aan de moordmachinerie van de nazi's, ook al bracht hij zelf niemand om het leven.